Mijn naam is Sabine Gerezen en ik ben oprichter van Discover. Ik ben Sanne Zwarte, mede-eigenaar van Discover. En ik ben bij Discover verantwoordelijk voor de begeleiding van de trainees en de opleiding van de trainees. En die opleiding is volledig gebaseerd op Action Learning. Ik ben Tom Haas, vooral bezig met teamcoaching. En dat is teamcoaching hetgeen wat ik het allermooiste vind wat er is. Dat heb ik ooit in de sport gedaan. Later als manager in de organisatie. En ik doe dat vooral als YL Action Learning Coach. De YL is World Institute of Action Learning. Het is een stuk of 30 landen die zijn daarin vertegenwoordigd met een eigen affiliate. En we zijn continu bezig om dat gedachtegoed te verspreiden. Maar vooral ook van elkaar te leren te blijven ontwikkelen. Om continu te gaan kijken van kunnen we daarin verbeteren. Op een dag kwam ik Twan tegen en ik was heel erg gecharmeerd van zijn visie op Action Learning. En ik was ook heel benieuwd hoe hij zou kijken naar hoe wij als Discover Action Learning doorvoeren. En we hadden meteen een hele interessante klik met elkaar. Dus gewoon een aantal dingen die wij nog theoretisch benoemen, die gebeuren hier gewoon in de praktijk. Een echte organisatie als Discover ben ik er niet tegengekomen. Ik denk dat die combinatie, aan de ene kant kijken vanuit de wetenschappelijke onderbouwing en aan de andere kant hoe ver Discover gaat vanuit de dagelijkse praktijk. En we nemen dat mee de wereld van de overheid in, ja, dan gaan er echt mooie dingen gebeuren. Organisaties hebben op dit moment best veel moeite met ouderen en jongeren te laten samenwerken. Omdat die gewoon in een hele andere wereld zitten. Kunnen ze die belangstelling van elkaar krijgen? Dat een jongere een bepaald iets doet in 10 minuten waar een oudere 2 uur voor nodig heeft en andersom. Wat ik eigenlijk een hele leuke uitdaging vind, is los van het feit dat we die jonge ambtenaren kunnen helpen voorbereiden in de toekomst, dat we ook oud en jong aan elkaar gaan verbinden. Dat we daar een paar nieuwe wegen in kunnen gaan neerzetten. En dat leer je niet in de schoolbank, want dat leer je maar een klein stukje van 10-20%, dan moet je gewoon met elkaar leren. Op een dag waren wij bezig met projecten doen en met opgaves uit de echte wereld. En we hadden te maken met echte functionarissen en echt netwerk. En op een dag kwamen wij erachter, hey, dit is Action Learning wat wij aan het doen zijn. Action Learning gaat niet uit van geprogrammeerde kennis, maar die gaat uit van een vraagstukje. En dan ga je daar je kennis bij zoeken. Geen scripties, geen tentamens, geen schoolbanken, geen boeken, maar gewoon leren door te doen. Door de juiste competenties in te zetten en de juiste vragen te stellen om op die manier aan je kennis te komen. Dat ga je toepassen in de praktijk. Daar reflecteer je op. Dan kom je een stap verder. Je mag fouten maken, je hebt een vangnet. Dat is het mooie van Action Learning, maar je loopt wel rond in het echte leven. Ja, dan kom je eigenlijk in een cyclus waarin je continu in een leerproces terecht gaat komen. Daar zit nog een heel belangrijk onderscheid in. Dat doe je eigenlijk vrijwel altijd in teams. Een team met een bepaalde diversiteit, een actiegerichte houding heeft en daarvan wil leren, dan heb je Action Learning te pakken. Je hebt de opleiding gedaan bij Twan tot gecertificeerd Action Learning Coach. De praktijkervaring, die had je al. En dat vind ik ook het mooie, dat is ook een typisch Action Learning. Eerst de praktijk, dan het leren erbij. En toen zei je, ja, oké, maar dan valt nog wel wat te leren om het echt de methodiek toe te gaan passen vanuit de YL. En dat is heel leuk om juist die combinatie van wetenschappelijke methodiek hier in de praktijk bevestigd te zien. Wat YL echt kan bieden is afgeven dat je weet dat deze mensen met dat stempeltje, dat logo van YL rondlopen, dat daar een bepaalde onderbouwing achter zit, dat daar tijd in is gestopt, dus energie is ingestopt, dat er geleerd is en er continu gereflecteerd blijft worden. En er zitten dus twee soorten van accreditatie. En de ene is de persoonlijke accreditatie, waardoor jij Certified Action Learning Coach bent, maar ook de accreditatie vanuit de opleiding. Jullie hebben gewoon een hele hoop neergezet als Discover, hoe met Action Learning in organisaties werkt. Daarmee laten jullie een wezenlijk zien dat je een bijdrage levert aan de organisatie. En dat je je mensen op die manier opleidt. Niet door met telefoon stappen met theoretische kennis. Maar ook echt te kijken wat zijn de problemen die hier opgelost moeten gaan worden. Nou, dat kun je op een bepaalde vrijblijvendheid doen, een bepaalde creativiteit. Dat vind ik ook heel belangrijk. Maar goed, wij hebben door alle jaren ervaring een format ontwikkeld. Waar gewoon heel duidelijk staat van letterlijk met hoeveel minuten moet je bij bepaalde fases stilstaan. En waarom is het goed om eerst omgevallen naar het probleem toe te gaan kijken. En dat doen jullie, en vooral op die vrijdag doen jullie dat hier. En dat vind ik zo mooi aan die vrijdag doen jullie vanuit jezelf. Daar zit geen formele opdrachtgever bij, daar wordt geen geld mee verdiend. Dat is gewoon echt wat jullie teweeg willen brengen. En je brengt wat teweeg en je leert. Nou, door dan ook ervoor te kiezen dat de begeleiders, dat jij in eerste instantie en ik ook nog een collega, dat jullie ook gewoon de opleiding volgen, dat ook op die gecertificeerde manier aan te pakken, dat continu borgt, dat je processen borgt, dat op een creatieve manier laat zien, dat is gewoon het accreditaties.